Maxime Meiland verschijnt vandaag voor de rechter. Ze wordt aangeklaagd wegens smaad door de man die zij in haar biografie beschuldigt van verkrachting. Hij zegt dat dit nooit heeft plaatsgevonden en wil het boek uit de schappen hebben. Hallo jongens, Maxime. Hoe voelt dat je dan nu hierheen moet komen? Nou, ik zie het met vertrouwen tegemoet en ja. We gaan er gewoon voor. Maar hoe voelt het dat, nou het is best wel heftig natuurlijk, hè? Zo'n verkrachting, dat je je daar eigenlijk voor moet verantwoorden en dat een soort van moet bewijzen. Ja, dat klopt. Ja. Dat lijkt mij dus heel naar. Het is de wereld op zijn kop, zeg maar, ja. Ja. Maar meer ga ik er niet over zeggen, we gaan het zien. Succes, wel. Dankjewel. Daar zijn we weer. Het houdt niet op. Heel kort, hè. Ja, hoe ging het, wat jou betreft? Het ging goed. Het ging goed, ja. Je mag er, want het is achter gesloten deuren, denk ik, niks over zeggen? Of? Nee, ik mag er niks over zeggen, maar ik heb er een goed gevoel bij. Ja. En de... hoort bij. Dat kan ze ook zelf aangeven, toch? Nou ja. Ja, dat. Maar je gevoel is oké dan wel? Ja. Ja. Ja, ik heb er, ik, dat vertrouwen is hetzelfde gebleven, dus... Kan je een beetje... wat ga je doen? Ik ga straks een borreltje nemen. Oh ja, oké. Dat het toch achter de rug is nou. Ja, dat snap ik. Maar kan je een beetje beargumenteren waar je goede gevoel vandaan komt? Nee, ja, dat is gewoon een gevoel. Is er nou in zekere zin hoor en wederhoor gepleegd door jou tijdens het schrijven van zo'n boek? Hoe gaat dat? Nee, natuurlijk niet. We hebben nooit de intentie gehad om deze jongen herkenbaar in het boek te zetten. Maar dat moet je doen op het moment dat je gaat zeggen het was Pietje Puk van de Telegraaf die dit gedaan heeft. Maar dat hebben we niet gedaan. Alleen zijn vrienden herkenden hem. Maar zijn vrienden wisten al 10 jaar dat Maxime hem hiervan beschuldigde. Ook al is iemand in jouw ogen niet, is het niet te herleiden wie iemand is, vind je nog steeds dat je zo'n groot ding niet even moet checken? Als je niet herleidbaar iemand in een boek zet, dan zou je me naar hem toe gaan, dan zeg je al, jij was het. Maar daar ging dat hele boek niet om. Het boek ging erom, meisje van 15 wordt verkracht, meisje doet geen aangifte, gaat vervolgens een leven leiden met alle minpunten die van dien, hè, drankgebruik, misdragen tegen je ouders, noem alles maar op. En wat ontdekt ze 3 jaar later? Nou, ze gaat in therapie, er wordt PTSS geconstateerd. Vanwege die verkrachting. Dus dat is allemaal helder. En daarna heeft ze de leven weer op de rit gekregen. Ik wist tot de eerste dagvaarding niet eens hoe die heette. Okay. Want dat boeide mij als schrijver niet. Het ging mij om het fenomeen seksueel misbruik. En alle slutshaming daarna, onder andere in de media, hebben het gemaakt dat Maxime 2 keer verkracht is. Niet door deze jongen, maar nu door de media. Hoeveel exemplaren zijn er verkocht eigenlijk van het boek tot nu toe? Kleine 50.000. Hoe is dit nou als vader? Je bent natuurlijk als vader en moeder, daar ben je erbij om je dochter te steunen. Ja. En de rechtszaak, kort geding is voorbij, het ging heel goed. Mm-hmm. En het recht zal nu zegevieren. Hoe was het voor u om de tegenpartij te zien? Hoe was het voor jou om de tegenpartij te zien? Gewoon iemand, een man. En verder... Nee, dat weet ik. Mijn vrouw die wilde ook gewoon door. Ja, natuurlijk. Ja, dat moeten we dan gewoon even doen, inderdaad. Ga je ook naar de borrel zo meteen? Maxime doet een borrel, geloof ik. Oh nee, ik ga niet naar de borrel. Nee hoor, ik moet nog eten halen voor vanavond. Ik moet nog naar de Albert Heijn. Ja. Wat staat er op het menu voor van... Oh, een wijntje wel. Ja, ik had gisteravond hutspot met spek. Ja. Nou, en morgen vanavond moet ik nog halen bij de slager. Kant-en-klaar maaltijd.